Welkom bij een nieuwe aflevering van Willems Keuze. Dit is een videorecensie op de site van BN De Stem. Op de achtergrond hoor je al een hele vrolijke muziek uit Colombia. Die is verzameld op de dubbelaar Cumbia Cumbia. Dat is nu een dubbel cd uitgebracht op het World Circuit label. Maar het bestaat uit twee cd's die vroeger al eerder uitgegeven zijn in 1988 en in 1993. Om die heruitgave te vieren gaan we een paar stukjes luisteren. Hele vrolijke muziek, die cumbia, dat is het is ook een dans, maar het is ook een stijl, een muziekstijl uit Colombia dus. Het bekendste exportproduct uit Colombia is eigenlijk Shakira, dat kennen we allemaal. Maar er is veel meer oorspronkelijke muziek daar gemaakt in Colombia. En die is dus verzameld in 88 al een keer en in 93 op het toenmalige label Disco Fuentes. En die twee cd's waren heel bijzonder en waren een tijd lang niet te leveren. En World Circuit, een label wat zich gespecialiseerd heeft in wereldmuziek, die heeft zich dat aangetrokken en die twee verzamelaars bij elkaar gedaan in één hoes. En dat levert prachtige dingen op. Even iets over die muziek uit cumbia, die cumbia muziek. De instrumenten bestaan uit ritmische percussie-instrumenten, blaasinstrumenten en ook de accordeon. Die accordeon is echt een standaard instrument in die muziek. De muziek is oorspronkelijk een mengvorm van Spaanse en Afrikaanse muziek. En daar zit wat mambo en wat big band en wat porro muziek bij uit Latijns-Amerika. We gaan een stukje luisteren van een nummer dat heet Cumbia Changuera. Nou, mijn Colombiaans of mijn Spaans is niet zo geweldig. Conjunto Típica Valentano, die zongen het, of die speelden het eigenlijk. En daar gaan we een stukje naar luisteren, dat is met die accordeon. Dat was het oorspronkelijke nummer. Dat die muziek eigenlijk in een moderne vorm ook wel eens terugkeert, dat kunnen we via YouTube laten horen. Dit is een discoversie van hetzelfde nummer. Cumbia muziek uit Colombia. We gaan tot slot van deze World Circuit verzamelaar, waar in totaal op de eerste cd 12 en op de tweede cd 18 nummers op staan. Die muziek die is eigenlijk gemaakt allemaal tussen 1954 en 1988. Dus het is echt alle oorspronkelijke oude muziek. En na de Buena Vista en de Cubaanse opleving zou ik het heel leuk vinden als we deze zomer allemaal naar Colombiaanse muziek gaan luisteren. Cumbia uit 1954 tot 1988. We gaan tot slot luisteren naar een nummer van Rodolfo en dat heet La Colangiaro. Komt ie. Yeah.